Woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in de gemeente Best. En daarom heeft Plein Best het idee geopperd om alle politieke partijen in Best uit te nodigen en hen 6 vragen voor te leggen. 5 vragen krijgen ze van tevoren en kunnen ze over nadenken. En de 6e vraag wordt een verrassingsvraag. Het interview wordt door mij afgenomen, Henk van den Heuvel. En gefilmd door Tom Lassink en Tjeerd Martens. Vandaag zijn we in gesprek met Jo van der Boogaard. Ik mag wel zeggen de Nestor. En volgens mij ook de raadsoudste. Waarom ben je ooit begonnen met Jo in de raad? Wij zijn eind jaren 70, begin jaren 80 kwamen met een groep jongeren bij elkaar. Ja. En we werden van Hot naar Haar gestuurd. En wij wilden wel eens een eigen honk hebben, een eigen accommodatie. Ja. Nou, de verkiezingen kwamen eraan. En toen hebben wij verkiezingsprogramma's, voor zover die beschikbaar waren, doorgelegd, zeg maar, of bekeken. Van welke partijen doen iets voor jongeren? En dan konden wij jongeren stemadvies geven. Ja. En toen kwamen we vrij snel achter dat jongeren een ondergeschoven doelgroep was voor politieke partijen. Niet interessant genoeg, of ik weet niet wat de reden was. En met een biertje op. En Jan Walen en Gerard van Opstal, een beetje de oudgediende, die zei: waarom beginnen we niet zelf een partij voor jongeren? De fossiele brandstoffen die raken op. Ja. En ze zijn op dit moment niet betaalbaar bijna. En ik vind dat we gewoon langzaamaan de mensen mee moeten nemen op weg om besparingen te gaan doen. Wij zien vooral op dit moment mogelijkheden in besparingen, isoleren. Wij denken ook dat net als bij de mobiele telefonie, als je het telefoontoestel van 10 jaar geleden pakt en je pakt het telefoontoestel van nu, dat is een wereld van verschil. Ja. En ik heb nog een Nokia, die zat hier begin jaren 2000. Als je zo'n telefoon vergelijkt met wat de telefoon. Dus ik denk dat ook in die zonne-energie en energie, alternatieve energie, enorme sprongen gemaakt gaan worden. En er moet nog veel gebeuren. En wat dan? Corona heeft, maar daar kunnen we op terug blijven vallen, heeft veel route in deed gegooid. Ja. Maar Todo is nog niet het bruisende jongerencentrum waar wij ook voor ogen hebben. Het zou veel meer open moeten zijn eigenlijk. Je ziet wel dat het jongerenwerk gaat meer de wijken in, gaat jongeren opzoeken, gaat jongeren ontmoeten. Gaat ook met jongeren die overlast, want jongeren en overlast wordt al gauw met elkaar in verband gebracht. En ze proberen ze op die manier richting Todo te trekken, zeg maar. Het kwam van ons van onderuit. Jan Walen, die was destijds jongerenwerker, die faciliteerde alleen. Ja. Die zocht groepjes mensen. En als er een band geregeld, of een band, dan denkt hij, laten we ze een optreden gaan verzorgen. Nou, dan werd hij een beetje gefaciliteerd vanuit MoBest. Ja. De wegen naar de gemeente die werden uitgelegd, de vergunningen werd mee begeleid, maar wij deden het allemaal zelf. Er is voor mensen, voor de minima zijn er regelingen. Mensen die dus onder een bepaalde inkomensgrens dreigen te raken of geraakt zijn door omstandigheden of doordat de AOW niet mee indexeert bijvoorbeeld. Die kunnen wel een beroep doen op bepaalde financiële ondersteuning. Dat is dus belangrijk wat jij gehad hebt als docent of leraar, die signalerende factor. Ja. Daar zou veel meer moeten gebeuren. Dat je dus kijkt van waar is er aan de hand, waar zit er achter? Ja. En hoe kunnen wij faciliteren dat het weer op de goede. Maar de Stichting Leergang noemt is een heel mooi voorbeeld. Is een mooi voorbeeld, Is het dan niet beter dat Best onderdeel wordt van de gemeente Eindhoven, of moeten we zelfstandig blijven? Nee, Jonge Partij Jo is van mening dat we zelfstandig moeten blijven. We hebben laten zien, waar we het straks over hebben, ons voorzieningenniveau is goed. De aanpak. We hebben dikke 30.000 inwoners. Het voorzieningen, maar er hoort ook de vangnetten die wij gecreëerd hebben, die horen er ook bij. En wij zitten dichter bij elkaar. Bij ons is het niet zo anoniem, hè? Het oude gemeentehuis zoals het nu is verbouwen. Je hebt een aantal scenario's. Ja. Er hangen prijskaartjes aan. En dan was het meest gunstige scenario is om nieuw te bouwen langs de zee, want dat is eigen grond. Ja. En dan kijken wat we met de huidige gebouwen, want je hebt nog die grijze kolos, zeg maar. Maar dat is een beetje ondankbaar, maar dat is het monumentaal. Dat is een monument, gemeentelijk monument. Dat moet dus blijven staan en daar kunnen we inhoudelijk ook mooie functies in onderbrengen. Daar houden we denk ik ook wel in. Bedankt.